Hallo, ik sta hier in Edegem voor de allereerste Belgische sessie Neighborsize. Want we doen het blijkbaar veel te weinig, maar slapen is net zo belangrijk als sporten. En dat moet nu lukken, want dat is eigenlijk net één van mijn specialiteiten. Dus ik zal mijn japonneke maar eens gaan halen nu zeker. Goed, Tru, vertel eens, wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen? Heel simpel, gaan slapen. En om tot die slaap te komen gaan we eerst een paar oefeningen doen. De bedoeling is dat we eigenlijk een soort van doe-stand omzetten naar een zijn-stand. En dat doen we ademhalingsoefeningen en gedachten en spieren wat ontspannen. En daar help ik het eerste kwartiertje bij. En de bedoeling is daarna om 45 minuutjes te gaan slapen. En waarom is dat zo belangrijk, slaap? Ja, slaap is heel belangrijk. Als je genoeg slaapt, heb je heel veel voordelen. Dat is echt een lijst van 10 voordelen. Maar het is gewoon belangrijk om de dag van vandaag niet alleen in actie te zijn, maar ook gewoon af en toe een keer rust te nemen. Je gaat er veel meer energie van hebben, je gaat veel productiever zijn. Kortom, op alle vlakken, gezondheid, maar ook in productiviteit, gaat daar zeker en vast voordelen uit halen. En zo'n slaapplas, wanneer zouden we dat dan moeten doen op een dag? Elke mens heeft een beetje een ander bioritme. Er zijn mensen die heel actief zijn 's morgens en andere mensen hebben de avondactiviteit. Dus ik denk dat je heel goed moet aanvoelen van wat past voor mij. Het is een soort powernap-idee. Dus het vervangt geen normale slaap. Als je 's avonds al moeilijk slaapt, zou ik het zeker niet te laat op de avond doen, maar eerder ja, overdag voor de middag of rond het eten is ook vaak een goed moment, omdat mensen na het eten vaak zo even een dip krijgen. Of net een uurtje of een uurtje en half voordat je iets belangrijks moet gaan doen, kan het ook wel deugd doen om even een dutje te doen. Okay, goed, super. Dan gaan wij een slaapfeestje houden. Hè? Ik ben hier helemaal tot rust gekomen en ik denk dat ik mijn neighbor's thuis nog een beetje ga verder zetten. Slaap wel.